Goedemorgen. Hier is nog een aanhaling van Dr. Karel Kraan. Sou Godse oor 'n kwaadwillige afluisterapparaat wees, wat deur al ons woorde tot die mees geheime fluisteringe van ons siel, met wiskundige noukeurigheid en saaklikheid, foutloos geregistreer word. In die 1940 en 50s het ene senator McCarthy een heksenjacht teenoor sympathiseerders van communisme in Amerika geloods. Die FBI het hierdie veldtog ondersteun met een hele aantal onwettige praktijken, onder andere die gebruik van onwettige afluisterapparate. Sommige hiervan was automatisch ingestel om subversieve woorden te identificeren, wat dadelijk een rooi lig oor die persoonse ingesteldheid sou laat flikker. Talle Amerikaners, vooral nogal in die Hollywood filmbedrijf, is op hierdie manier onrechtmatig as communiste gebrandmerk. En dit het al hulle kansen op succes en vordering in die wiele gery. Sommige van hulle het selfs hulle werk verloor. En dan was hulle nie eintlik regtig communiste nie. Maar dit het mense baie versigtig gemaak oor wat hulle sê, uit vrees dat hulle dalk afgeluister sou word. Kraan vra of God ook so luister om ons uit te vang, om ons skuldig te vind. Op die oog af wil het klink of Psalm 139 hierdie gedagte bevestig, wanneer David in vers 1 en 2 sê, Here, u sien dwars deur my, u ken my, of ek sit en of ek opstaan, u weet het, u ken my gedagtes nog voordat hulle by my opkom. Vooral as hy dan bietjie verder so amper bevrees vra in vers 7, Waarin sou ek gaan om die gees te ontvlug? Waarin sou ek vlug om aan die teenwoordigheid te ontkom? Een mens vlug toch net van iets af as jy bang is. Maar as jy die hele psalm lees, dan kom jy achter dat David Godse luister nie as een bedreiging waardoor hy ons wil uitvang ervaar nie. Maar dat God luister juist sodat hy ons kan help. Ek wil u loof, sê hy, want u het my op een wonderbaarlike wijze geskep. Wat u gedoen het, vervul my met verwondering, dit weet ek seker. God probeer ons te uitvang nie, want hy dink in liefde aan ons. In vers 17 sê David ook, Hoe wonderlik is u gedagtes vir my, o God, hoe magtig hulle almal. Vir David is dit eintlik een voordeel, dat God alles hoor en alles weet, wat ons dink en wat ons doen, zodat hij zelf sy psalm afsluit met die verzoek: Deurgrond my, o God, deurgrond my hart, onderzoek my, sien toch my onderis raak, kyk of ek nou op die verkeerde pad is nie, en lei my op die beproefde pad. Jesaja 59 vers 1 bevestig dit eintlik ook maar, Godse oor is nie te zwaar om te hoor nie, en wanneer hy ons nood gehoor het, is sy arm ook nie te kort om te help nie. Kom ons bid daarvoor, saam met professor Deist. Here, ek weet u hoor en sien alles. Soms maak dit my bang, want ek is ook maar net een mens en ek maak baie foute. Maar soms maak dit my rustig, want ek weet u sien ook my nood, my berou en my goeie dade. Maar u is toch nie die kwaadwillige afluisteraar nie, Here. U het toch gehoor toe een klein baba in die woestijn gehuil het, omdat sy ma Hagar nie meer vir hom water gehad het, en toe het u vir hulle Lahai Roi gewys. U het gehoor toe Baruch, Jeremia se sekretaris, van moedeloosheid sug, en vir hom een boodskap van bemoediging gestuur, dan die vader. Maar dan hoor u mos anders as ons. U het Hagar nie verkwalik, omdat sy sonder hoop geraak het nie. En u was nie kwaad vir Baruch, omdat hy moedeloos geword het nie. Hulle het nie eens met u gepraat nie, en toch het u gehoor en gehelp. Ach, dank u Vader, dat u so luister met liefde en begrip. Verseker my vandag toch diep binnen in my hart weer daarvan. Amen.